vlakbij de camperplek is hier een haven. Het ruikt hier lekker naar gebakken vis. Hobbel de hobbel langs een afwateringskanaal. Goed kijken waar je rijdt. Ja, daar ligt nog een soort duin. Dat is zo leuk, hè? Met een camper. Dan zit je weer hier, dan zit je weer daar. Allemaal die kunstmatig aangelegde wijntjes en dat percelen ontstaan. En daar hebben ze, ja, misschien hebben ze daar ook wel zout in gewonnen. Of misschien hebben ze daar wel mosselen in gekweekt. Of ja, ja. Dat is natuurlijk zoutwater plenty daar vandaan. Je ziet hier voormalige zoutwinplekken. En op de achtergrond, dat is moeilijk te zien denk ik, maar daar zie je een zeiltje van een kitesurfer. Op die kant is de zee. Hier zien we zelfs nog een sluis. En een bootje die er aan ligt. Bonjour. Het is zo grappig. Hubert die plant altijd onze wandelingen en fietstochtjes. Ik bemoei me er meestal niet mee. Dat is altijd leuk. Maar nu wist ik totaal niet wat we gingen doen. En dan is het zo verrassend als je op zo'n paadje terechtkomt. Aan de ene kant een kanaal waar zelfs nog bootjes varen. En het leek erop dat ze gewoon naar de Middellandse Zee kunnen vanuit deze plek. En aan de andere kant zie je gewoon de zee. Er staat hier een bordje dat het de Kaai Victor Hugo is. Weer een sluis. Ik schat zo'n 2,5 meter verval. Er ligt enorm veel kroost steeds in. Lijkt me niet prettig varen. De populairste Japonica rijstvariant. Ah, je hebt wel goed. Goed. Ja, rijst. Ja, dat staat meestal toch in een laagje water. Het is wel blubberig er rondomheen. Ja, we kunnen het water niet gewoon regelen. Hè? Ja, zitten we in een en weer in de druivenvelden. We denken dat het bloeiende heide is wat daar tussen het gras staat. Het zijn toch bloemetjes, dat paarse. Die staan hier ook langs de kant van de weg. Hij heeft echt iets met zijn handjes vast. We zijn op zoek naar Le Baccarat Street Art Museum. Het is aan de overkant van de haven. We hebben er flink naar moeten zoeken. We gaan er even een kijkje nemen.
lijkt wel op de body art. Afstand zijn ze echt het mooist. Ja, je moet ze echt vanaf 40, 50 meter moet je ze bekijken. Zitten we hier toch even lekker te lunchen naast onze camper. Ik zal even laten zien. De laatste kilometer naar onze nieuwe plek. Rechts afbuigen. We zijn erg benieuwd, want er stonden alleen wat plaatjes van de omgeving. En niet van de camperplek zelf. We hebben besproken, dus we zitten er aan vast. We zijn er. Na 200 meter rechts afslaan. Daarna bestemming bereikt. Kijk, hier zijn leuke fietsjes. Hier is het vrij.